Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is al een tijdje geleden dat ik wat heb opgenomen, maar ik heb heel lang lopen twijfelen over wat ik nou met mijn kanaal wil, wat voor video's ik wil posten. Maar ik denk dat ik gewoon lang heb nagedacht en ik ga filmen. Ik wil gewoon wat persoonlijke dingen met jullie delen door middel van talkvideo's, praatvideo's waar we gewoon elke week bijvoorbeeld een topic gaan bespreken. Die wat moeilijker zijn of wat lastiger. Ik zie gewoon niet genoeg talkvideo's waar mensen praten over moeilijke topics in het leven. Dit klinkt misschien heel diepgaand, maar goed. Ik wil het er gewoon in een gezellige setting over hebben met jullie. Vandaag is de eerste video van deze series. Het topic dat ik vandaag met jullie wil bespreken is zelfverzekerd zijn. Praat zeker mee in de comments hieronder. Ik wil graag jullie feedback hierover horen. Toen ik klein was, was ik altijd super enthousiast, super blij, super energievol. En ja, dat was eigenlijk hoe Rinuka was. Maar toen kwam de middelbare school en ik had best wel een lastige tijd, want ik werd best wel gepest. En ik vond het heel lastig om voor mezelf op te komen. Maar goed, pesten is weer een ander onderwerp en daar wil ik het een andere keer over hebben. Maar pesten heeft natuurlijk ook een hele grote invloed op jouw zelfverzekerheid. Dit kan je natuurlijk heel onzeker maken. Terwijl het natuurlijk heel belangrijk is om jezelf te accepteren hoe je bent. Op een gegeven moment wat er gebeurde is dat ik ging twijfelen aan mezelf. Dat ik mezelf niet mooi vond. Omdat ik misschien gepest werd. Maar ook gewoon omdat je jezelf op een gegeven moment gaat vergelijken met anderen. En mensen beseffen eigenlijk niet wat voor impact het heeft als iemand jou neerhaalt of pest. En omdat ik zo erg gepest werd en omdat ik mezelf ging vergelijken, had dat natuurlijk een impact op mijn zelfverzekerdheid. Voor mijn gevoel was ik nooit goed genoeg. Terwijl het heel belangrijk is dat jij jezelf ziet zoals je bent en jezelf accepteert. En dit is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. En dan komt ook de vraag van de video. Wat zou jij aan jouw 10 jaar oude zelf vertellen? Wat ik tegen de 10 jaar oude Rinuka zou zeggen is: wees zeker jezelf, blijf altijd hoe je bent. En ga nooit twijfelen aan jezelf. Uiteindelijk komt alles wel goed. Dat is denk ik wat ik zou zeggen. Laat me ook even in de comments weten wat jullie zouden zeggen aan jullie 10 jaar oude zelf. Zelfverzekerd zijn. Het grootste woord wat daarna komt is acceptatie. Het accepteren van jezelf. Het accepteren van jezelf, wie je bent, wie je eruit ziet. Dat is het belangrijkst. Kijk naar jezelf in de spiegel en kijk naar de gedachten die in je opkomen. Zijn ze positief, negatief? Accepteer jezelf. Vind je het niet mooi aan jezelf? En schrijf dit dan op bijvoorbeeld. Door dit op te schrijven laat je je gedachten van hier over op een papiertje. En maak je hier weer ruimte voor positieve gedachten. Wanneer dit leeg is, is het tijd voor stap 2. En het klinkt misschien wel heel raar. Maar kijk naar jezelf in de spiegel en zeg tegen jezelf: ik ben mooi. Ik ben prachtig. Ik mag hier zijn. Al mijn imperfecties zijn mooi. Dit klinkt misschien heel raar om te doen. Maar dit principe noem je de Law of Attraction. Waar je misschien onbewust van bent. Is het feit dat wanneer je iets hardop zegt. Of iets opschrijft. Trek je iets naar jezelf toe. Nou heb ik je wel gezegd om deze negatieve gedachten ook op te schrijven. Dit is puur om te zien hoe jij over jezelf voelt. En het is ook prima om jezelf niet mooi te vinden. Maar je moet jezelf er wel bewust van zijn. Je kan niet deze gevoelens onderdrukken. Want dat maakt je steeds onzekerder en onzekerder. Wanneer je heel open bent over het feit dat je jezelf een keer niet mooi vindt. Daardoor is het niet zo zwaar op je schouders. En wat ik zei. Als jij hardop zegt van ik vind mezelf mooi. Ik hou van mezelf. Klinkt misschien heel raar. Maar dit is een vorm of the law of attraction. Trekken van positieve gedachten naar jezelf toe. En het herhalen hiervan op een regelmatige basis zorgt ervoor dat jij jezelf ook echt zo gaat voelen. Ik kan het natuurlijk zeggen en je zal misschien denken, spread onzin. Maar dit is ook echt wetenschappelijk bewezen. Zoek het maar op, zou ik zeggen. The Law of Attraction. En er is ook een hele goede film die heet The Secret. En die praat ook over de Law of Attraction. Het moment wanneer jij wat in het universum zet. Door iets te zeggen of op te schrijven. Dit op een regelmatige basis te herhalen. Daardoor aantrek je deze positieve gedachten. En geloof me, dit helpt echt. Er was een tijd dat ik mezelf ook echt niet mooi vond. En niet geloofde in mezelf. En mezelf ging vergelijken. Maar het moment dat ik me hiervan bewust werd. En ja, aan mezelf zei dat het niet erg is dat ik me zo voelde. Maar dat het ook
tijd werd om mezelf te accepteren. En vanaf dat moment boeide me het eigenlijk niet wat een ander over mij dacht. Het belangrijkste is wat jij over jezelf denkt en niet wat de wereld over jou denkt. En dit allemaal speelt een grote factor in zelfverzekerd zijn. Hebben jullie misschien een tijd in jullie leven doormaakt waar jullie misschien heel onzeker waren? En wat heb je eraan gedaan? Is het gewoon automatisch weggegaan? Of heb je er iets tegen gedaan? Laat het weten in de comments. Ik wil het graag weten. Om deze video kort samen te vatten zijn er twee belangrijkste punten. Het eerste is bewustzijn over hoe jij over jezelf voelt. En om een verandering te kunnen maken in de situatie moet je je bewust zijn over hoe de situatie op dit moment is. Hoe voel je je nu over jezelf? En het tweede is het aantrekken van positieve gedachtes. En de derde is, trek je niks aan van de wereld. Dit klinkt ook heel makkelijk en het is het niet. En ik weet het. Maar mensen gaan altijd commentaar hebben. Mensen gaan altijd wat van je vinden. Jij leeft voor jezelf en jij bent de enige die je leven kan veranderen. En waarom niet gewoon positief door het leven gaan en jezelf accepteren. En dat is ook een beetje hoe ik mezelf heb leren accepteren. Want het is heel makkelijk om jezelf te vergelijken en neer te halen. Maar jezelf accepteren kan soms het moeilijkste zijn. En al deze punten die ik heb opgenoemd hebben wel een deel uitgemaakt van mijn vooruitgang. En natuurlijk heb ik ook momenten dat ik niet zelfverzekerd ben. Maar dat maakt helemaal niet uit. En dat is allemaal een deel van het proces om vooruit te gaan. Ik hoop dat jullie dit onderwerp interessant vonden. En geef ook zeker antwoord op de vraag. Wat zou jij zeggen tegen jouw 10 jaar oude zelf? Zeker in de comments weten wat voor topic je de volgende keer wil horen. Ik hoop dat ik niet te veel dingen door elkaar heb gezegd. Ik heb de camera maar aangedaan. En ben gaan praten. Geef deze video een thumbs up als je het leuk vond. Subscribe om meer van dit soort video's te zien. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doeg! No make-up video.